Brechtje van de Haak, Daan, Kip, Doornink, Kip en Nara Piet. Waarom hebben we jullie drieën nou uitgenodigd? Brechtje heeft een documentaire gemaakt voor Tegenlicht. Als je die niet al gezien hebt, dan moet je hem zien. En NFT's is in de kunstwereld. Echt prachtig. We gaan direct een klein stukje kijken. Nadia, jij werkt voor Dept. En Dept doet heel veel voor grote brands. Dus die zijn aan die manier al aan het kijken. En Daan, jij bent een VR-ontwikkelaar. Druk bezig met een film-VR-project. Ja. En jij gaat al echt dingen verkopen. Nou, een beetje dat idee wat net besproken werd. Hè? Hoe trek je de dingen verkopen. Bij? Ja, geld. Precies. Ja. Mag ik even vragen? Zijn jullie nou zelf eigenaar, handelaars in NFT's? Kopen jullie dingen? Ik heb de meest succesvolle ooit gekocht. Dat was mijn eerste. Dat is van Pak, heet die vent. Oh, ja. Merch. Oh, yeah. Daar heb ik er een aantal van. Als tip krijg ik dat. Oeh. En die is dus in één keer de rijkste, of de duurst verkochte kunstwerk van een levende artiest. Turkse kerel schijnt het te zijn. Niemand weet precies wie het is. Het is allemaal heel secretive. Ja. En dan heb ik daar een aantal tokens van. En heb je niet de gedachte van, oh, die ga ik nou weer verkopen? Of dit is... Nee, want daar die moet je dan hodelen, zoals dat heet. Hold on to your life. Ja, exactly. En ze zijn eergisteren geconverteerd naar een ander type tokens. En dan moet je ze verzamelen en dan worden ze meer waard. En dan moet je gokken of er een kunstwerk uitkomt of niet. Dus die vent heeft een soort heel experiment. Het woord is gewoon een paar keer gevallen. Experiment. Ja. En dit is dus een NFT-experiment op allergrootste schaal. Voor 100 miljoen ongeveer. Dus het is best wel interessant. Oh, nou ja, heel mooi om mee te maken. En Nadia, heb jij... Ik heb tokens in een DAO. Dat is niet officieel dan een NFT, maar ja... Ja? En welke DAO is dat? Dat is Protein DAO. Dat is een creative community, vooral uit Engeland. Nou, een beetje het idee wat ik net ook hoorde, wat ik niet kende trouwens, maar Friends with Benefits. Dus mensen uit de creatieve culturele sector, die samen dingen maken en uitbrengen, et cetera. Dus daar heb ik wat tokens van, omdat ik meedraai in die DAO, zeg maar. Verder niet specifiek NFT's. En ik heb POAPs. Dat zijn dan Proof of Attendance. Ja, dat is weer wat anders. Zijn ook soort van, het is wel een subcategorie van NFT's, maar je koopt ze niet, maar je krijgt ze omdat je ergens aanwezig bent. Ja, ja, precies. Soulbound. Ze zijn niet verkoopbaar. Dat zijn ze eigenlijk. Ze horen bij jou. Het bewijs dat je ergens was. Ja, maar je kan ze wel verkopen. Dus ja, eigenlijk, ja. Want jij bent op onderzoekstocht gegaan. Nou. Nee, toen ik in Miami was bij Art Basel, om te kijken hoe NFT's daar de kunstwereld aan het veroveren waren. Toen vroeg iedereen mij ook steeds, heb jij al NFT's? Heb jij al NFT's? Maar ik had eigenlijk, hoe langer ik daar was, hoe minder zin ik had om NFT's te kopen, eerlijk gezegd. Ja, ook omdat eerder wat Marloes ook zei, ja, het is toch een bonnetje. Hè? In de film zitten allemaal hele mooie beelden, hele mooie werken. Ja. Maar daarvoor hoef je die NFT's niet te kopen. En ja, om te speculeren. Ja, jij bent er blijkbaar. Laten we even kijken naar de introductie van het eerste stukje film. Heel graag. Dan kijken we even naar een stukje tegen. De kunstwereld is in de greep van een nieuwe hype. Sommige kunstenaars ontvangen plotseling tientallen miljoenen voor hun digitale kunstwerken. Zoals de Amerikaan Beeple. 69 miljoen. I think it probably means digital art is here to stay. Dankzij de zogenaamde NFT's, de non-fungible tokens. Maar wat zijn dat eigenlijk? NFT is een digitaal eigendomsbewijs. Het kunstwerk is een currency. Sinds kort zijn NFT's de nieuwe dure speeltjes van vaak jonge verzamelaars met heel veel cryptogeld, verdiend met bitcoin en andere cryptomunten. Tegenlicht ontmoet een voorhoede van digitale kunstenaars bij de grootste internationale kunstbeurs in Miami. I think that everyone in the art world is going to be accepting cryptocurrency very soon. En dat is voor het eerst volgens mij in de geschiedenis van de mensheid dat kunstenaars gewoon geld aan het verdienen zijn. In dit lui lekkerland, waar het geld tegen de plinten klotst en de zon eeuwig schijnt, zijn NFT-kunstenaars de nieuwe profeten. Obviously, when you get something of this amount of value, it's challenging to the existing power structures because money is a representation of power, right? Maar wie zijn dan de nieuwe Warhols? Wie zijn de nieuwe Basquiat's? En daar zitten we nu eigenlijk gewoon middenin. Is dit een sprookje too good to be true? Een gevaarlijk piramidespel? Of een voorbode van veranderingen in de wereld? Die veel verder gaan dan alleen de kunst. So, if you ask me why NFT's are important right now, why NFT art is important right now, it is the genesis, the beginning
of a new civilization. Interessant dat die kunstwereld er zo opgedoken is. Want de kunstwereld is natuurlijk ook een wereld van mentaal gecreëerde waarden die eigenlijk losstaat van het kunstwerk zelf. Ik bedoel, 2 jaar geleden was het een banaan die tegen de muur geplakt was in Miami, die overal ook besproken werd. Ja. Hoe zie jij, je bent daar geweest, je bent de kunstenaar gesproken, met een hele hoop mensen die denken dat dit echt een totaal nieuwe wereld biedt met heel veel nieuwe mogelijkheden voor creativiteit. Hoe zie jij het? Ja, ik was en ben totaal geen expert, jullie wel, maar ik heb daar rondgekeken en het was op zich kwam ik daar met de vragen die denk ik heel veel mensen hebben die ook nog niet veel NFT's weten. En je zag in die, het was heel mooi dat Art Basel, Miami Beach, dat is dus de grootste internationale kunstbeurs, die zit in Basel, maar ook in Miami altijd in december. En daar zag je echt een fysieke scheiding dat de meeste galeries wilden er absoluut niets mee te maken hebben. Die vonden het heel ordinair. Dus die heb ik allemaal gevraagd van, goh, zijn jullie ook? Nee, wij niet hoor. Wij absoluut niet, nee. En het hele praatprogramma, alle talks gingen alleen maar over NFT's. En dan had je op een paar plekken stond een werk of een kunstenaar die wel NFT's verkocht. En voor galeries had het er ook heel moeilijk mee, want ja, voor NFT's heb je in principe geen galerie nodig. Daar heb je een online marketplace. Dus het was een heel mooi moment eigenlijk. En je zag wel dat ze er iets mee moeten. En ja, wat je ook zegt, dat is speculatie is niet nieuw in de kunstwereld. Die is niet in de kunstwereld ontstaan doordat er NFT's zijn. Dat is altijd al zo geweest. Maar wat wel nieuw is, heel veel jonge mensen met die bulken van het cryptogeld. En die dus kijken van waar kan ik dat aan uitgeven? En als je het inderdaad niet allemaal wil omzetten en je wil een hodler zijn, hold on for dear life, dan moet je toch dingen kopen. En dan zijn de NFT's zijn een nieuwe mogelijkheid. En daar kun je ook mee profileren. Dus dat zag je. Dat is natuurlijk ook, hè, profileren. Zoals je anders een mooie schilderij laat zien in je woonkamer. Kijk, ik heb een mooie schilderij, maar goed, niemand komt meer in die woonkamer. Je moet online laten zien dat je iets belangrijks bent of iets bijzonders hebt of lid bent van een club waar niemand anders lid van is behalve jij en een paar hele rijke mensen. Heb je het idee dat daardoor ook een heel ander soort kunst kan ontstaan? Eerlijk gezegd had ik dat idee niet. Ik had wel het idee van je kan kunst die je voorheen niet makkelijk kon verkopen en te gelden kon maken, kun je nu heel goed verkopen. En dat maakt de kunst op zich denk ik niet anders, maar het maakt het leven van de kunstenaars wel heel anders. Hè. Zoals Harm van den Dorpel, wat ik een fantastische kunstenaar vind, die maakt al heel lang hele bijzondere mooie netart. Die kon daar nauwelijks van leven en die is nu opeens, rolt het geld binnen, zeg maar. Dat is natuurlijk voor hem persoonlijk heel prettig, ook een beetje ongemakkelijk. Maar ik heb zelf niet het idee dat het echt hele andere mogelijkheden voor kunstenaars biedt. Maar wel andere mogelijkheden om het te verhandelen. Dus ik zie het ook een beetje. Dus er is wel een nieuwe markt ontstaan. Een vorm van speculatie. We gaan straks met een kunstenaar praten en dan gaan we eens kijken hoe die het dan ziet. Ja. Daan, vertel even wat jullie aan het doen zijn. Je bent een VR-ontwikkelaar. Je hebt een bijzonder project waar beeld en geluid overigens ook bij betrokken is. Zeker. Ja, daar kunnen we heel even een klein stukje naar kijken. Dan slaan we even, want ik heb nog een fragment van bericht, maar laten we die even overslaan om even naar Daan te gaan. Dat brengt iedereen in verwarring. Ja, we hadden het net al even over digital assets. Ja. En ik zal het heel even kort introduceren. Het is een lineaire film, een virtual reality film. En hier zie je 1 digital asset die we daarin gebruiken. Het is naar een boekje van Renate Dorrestein, Voor liefde klik op F. En dat heeft ze in 1999 geschreven. En dat speelt zich een miljard jaar in de toekomst, ver in de toekomst. En het is eigenlijk een heel dun boekje, het is maar zo dun, een heel mooi kunstwerkje. Maar alle menselijke thema's zitten erin. En wij doen dat in een co-productie met Doppler. De director heet Maarten Groen, die sprak haar toen zij nog leefde. En die zei, mag ik daar een film, een normale film van maken? En dat lag toen op de plank en dat lag er maar. En op een gegeven moment dacht hij, we moeten er een VR-film van gaan maken. En dat zijn we gaan doen. En het is als experiment opgezet. Het is door het Filmfonds en Creatieve Industrie is het gesponsord. En door beeld en geluid, want er zit ook veel normale video in. En het is heel mooi dat dat in Nederland kan. Maar dat soort budgetten zijn relatief beperkt. Het was een relatief groot budget voor dit project. Maar dit soort dingen maken, VR-films maken, dat is duur vaak.
Het is een kunstvorm waar je, ja, waar je veel geld aan kwijt bent aan mensen met een bepaalde skillset die dit soort dingen kunnen maken. Dus voordat je het weet, burn je zeg maar door zo'n budget heen. Dus op een gegeven moment dachten we, als we hier NFT's, toch mee bezig zijn, logisch, ja. Even NFT's. En dat gaan we eigenlijk uitproberen. Want ja, we zijn begonnen namelijk met van dat boekje een script aanpassing schrijven. En daarna zijn we met een worldbuilder, een kerel uit Los Angeles, aan de slag gegaan om een hele wereld, een virtuele wereld van dat boekje te creëren. En daar zijn dit soort beelden onderdelen van. Dit is maar wat het NFT-aspect is dat je dus als fan van deze wereld een stukje, een digital asset kan kopen. Ja. En maar die is dan ook van jou, kan je die meenemen? Dat die kan je daar dan dat mee? Dat werd net terecht aangestipt. Dat hangt af van waar je het bestand zelf opslaat. Het idee is van wel, want wat we willen experimenteren is dat er dus digital assets hier worden gemaakt. High res, dit zijn hele hoge kwaliteit. Ja. En voor wie dat niet weet, er is een gigantische markt voor digital assets. Hè. Ik zit op één nieuwsbrief en dan krijg ik om de week van nu zijn de lentebloesems in de aanbieding. Gewoon ja. 3D assets zijn, die hebben mensen nodig in games. Ja. En dan zijn gewoon mensen die kleine dingetjes ontwikkelen en dat verkopen aan gameontwikkelaars. Dus uiteindelijk is de vraag, het is een beetje tweeledig, want wie koopt dat nou en wat doe je ermee? Uiteindelijk ga je een interactie aan met je publiek. Misschien wel mensen die Renate Dorrestein graag lezen of mensen die VR tof vinden. Of ben je, de overlap tussen mensen die Renate Dorrestein graag lezen en de mensen die NFT's kopen heel groot is. Dat is dus interessant voor elkaar. Daarom is het zo'n tof project, zeg maar. Dat weet je dus niet. Ja. Maar uiteindelijk is er ook iets heel interessants gaande. En dat is binnen de metaverse, daar gaat het misschien zo ook even over. Het zou één grote virtuele wereld moeten zijn. Waar je uiteindelijk ook dit soort digitale assets als NFT zou moeten kunnen meenemen. Ja. Met je en het kunnen gebruiken in andere werelden. De droom werelden. Van de interoperabiliteit, dat je als je het zwaard in het ene spel speelt, dat je het mee kan nemen in het andere spel. Precies. Maar technisch wel heel veel. En daar zetten we hier dus ook op in. Ja. En ik denk dat de volgende spreker dat ook zal aanstippen. Er zijn zoveel verschillen in die virtuele werelden, dat dit soort dingen kunnen wij in onze film op een bepaalde manier gebruiken. Maar wil je dat op een andere manier gebruiken, moet je er bijvoorbeeld voxels van maken. Dan moet je het pixelaten. Of er zijn allerlei manieren waarop je dat moet exporteren, dat bestand. Dus dat is een heel interessant experiment. Wanneer kan ik een stukje kopen? Ik denk dat we binnenkort al, want we gaan het natuurlijk opbouwen. Er zit een gehaaide mediacampagne achter, marketingmachine. Nee, helemaal niet. Het is een experiment. Maar we gaan in een aantal evenementen in de aankomende maanden gaan we steeds een stukje veilig als experiment. Okay. En de eerste zal in juni zijn. In de Dutch DAO kan je misschien ook wat mensen precies vinden die... Ja. Laten we even naar Nadia gaan en dan wil ik ook vragen toestaan. Nadia, je bent onlangs toegetreden tot hoofd creative technology, zeg ik dat goed, bij Dept. Nou, Dept is een gigantisch bedrijf, begonnen in Nederland, heeft nu overal over de wereld allerlei bedrijven opgekocht en heeft werk voor grote merken en probeert ook die mee te nemen in dat NFT-verhaal. Kun je een beetje vertellen wat Dept doet met merken? Ja, op het moment wat merken is, dat de vraag meer is vanuit de merken ook dan eigenlijk andersom. Dus wij hoeven niet mensen mee te krijgen. Maar je denkt van, NFT's, moeten we daar wat mee? En wat dan? Ja. Dus dat is meer de vraag. Niet van, kom, dat gaan we doen. We moeten er iets mee, maar we weten niet wat. Dat is Vraag komt inderdaad. En iedereen, ik denk, zoals met iedere opkomende technologie, is nog een beetje aan het zoeken. En in het begin is het gewoon een beetje knutselen en prutselen. Experimenteren en er maar in prikken en dingen doen om te begrijpen wat je daar mee kan, wat niet kan, wat is waardevol. En daar zijn we dus nu eigenlijk naar op zoek door dingen te doen met merken. Wat zien we hier? Hè? Dus die puffer jacket? Ja, dus dit was een project gewoon vanuit Dept. Heel erg dus gewoon om maar iets te gaan doen en te kijken hoe dat werkt. Aan te gaan. Ja, en dat was een collectie aan puffer coats, zeg maar puffer jackets, die als NFT dan werden geveild. En ook op Snap, met Snap Lens, zeg maar, kon je die aandoen op je lichaam, dus niet alleen op je gezicht. En dat was eigenlijk een eerste soort experiment om maar iets te maken. En wat we nu hebben gemaakt, wat ik zelf interessant vind, is dat platform. Dus ja, wat je ook merkt is dat er gewoon... Even dat platform. Jullie hebben een platform gemaakt, een open source platform, zodat mensen hun eigen NFT-collecties kunnen gaan maken. Ja. Ja, precies. Dus vanuit merken, je merkt gewoon dat er inderdaad, wat Marloes net ook zei, van zoveel concepten en technisch is het gewoon allemaal best wel... moeilijk te bevatten, zeg maar.
En dat heeft iedereen. Dus dat is ook totaal niet. Iedereen zegt van, oh, ik ben geen expert. Maar niemand is op dit moment bijna een expert. Eigenlijk de leukste tijd, hè? Want het is echt de tijd dat de creatieve mensen en de technische mensen ineens denken, oh, yes! Ja, nieuwe dingen. Ja, exactly. We moeten het allemaal maar samen een beetje uitzoeken. Maar één ding is natuurlijk dat om dan ook echt iets te gaan doen met NFT's, of je zit aan een platform zoals OpenSea of Rarible, maar dan, ja, dat is echt wel voor kunst. En daar kan je dan alleen eigenlijk inderdaad een beeldmateriaal uploaden. En verder heb je daar weinig knopjes aan om te customizen. Dus wat we hebben gedaan, we hebben een open source white label platform. Dus ja, zie het als een soort WordPress voor NFT's of zo. Waarmee mensen dus zelf, of merken zeg maar zelf, hun NFT marketplace op kunnen zetten. Gewoon met code, staat gewoon op GitHub en zo. Om dat toegankelijker te maken. En welke merken doen dat? Wie zegt, oké, okay, top. Die ja, er zijn er nu. We beginnen nu de eerste te zien. Dit is allemaal nog heel vers. Dus de eerste beginnen nu. Kom op met die geheimen. Nou ja, er is de Drone Racing League. Dus ja, letterlijk gewoon drone racen, zeg maar. En die hebben een NFT marketplace daarop, waarmee ze dus exclusief toegang geven tot events en dat soort dingen. Waar je dus ook de NFT's dan ziet, niet zozeer als digital assets of dingen die dan bestaan in de metaverse, maar toegang tot wel echt fysieke ervaringen. Ja, maar dat lijkt wel een beetje de volgende stap. Het ene is van, oké, je kan waarde overdragen. Er zit waarde in een digitaal kunstwerk of in andere digitale assets, game assets, wat het ook. Maar inmiddels is er al een hele een groot experiment gaande van, oké, je kan waarde overdragen, maar die waarde kan ook gelinkt zijn aan een fysiek object. Of die kan ook gelinkt zijn aan een club waar je naartoe mag. Of die kan gelinkt zijn aan een dienst die je af kan nemen. Voor een film. Ja. Je kan ook zo'n eigendomsticket. Kan ook, er zit natuurlijk een hele geschiedenis achter dat bonnetje. Dus dat bonnetje, ik kan dat object representeren. Maar je kan misschien ook wel uitgenodigd worden voor een making of. Of behind stage. Of voor een première. Dus je kan als je eenmaal zo'n iemand geeft. Besluitrecht. Precies, besluitrecht. Dat is waar Marloes net op doelde. Dat je we hebben een vraag uit, ik weet niet of het uit dit publiek kwam of het online publiek. En de vraag is, we hebben het nu over de financiële opties van NFT's. Hoe dat geld verdiend wordt en rondgaat. Waar ligt de publieke waarde? Dat is nog wel een beetje aan bod gekomen. Maar even goed, ik stel de vraag even aan jullie allemaal. Zien jullie publieke relevantie, dus voor, niet om geld te verdienen, maar voor andere soorten zaken. Zien jullie die al? Nou, alle tools kan je overal voor gebruiken natuurlijk, maar... Ja, ik denk veel van die DAO's zijn toch gericht wel op speculatie. Maar ik denk dat de andere kant, dat je misschien een soort splitsing gaat zien. Maar dat weet Marloes denk ik beter. Maar dat je aan de ene kant echt puur op speculatie gericht. Want ook heel veel mensen die kunst kopen, die hoeven het niet eens te zien. Hè, als het een NFT is, dat gaat gewoon in de wallet. Maar aan de andere kant misschien meer een soort crowdfunding-achtig crowdsourcing. Waar je veel meer iets mogelijk maakt. Ja. En waar je binding hebt met het product wat nog gemaakt moet worden. En dat kan dan misschien af en toe ook nog geld opleveren, maar waar dat niet het primaire doel is. Ik denk dat je daar misschien wel een beetje een splitsing, een scheiding kan gaan zien. Ja. Ja, en het decentrale aspect is dat je inderdaad makkelijker kan stemmen rondom dingen met veel grotere groepen. Dus je kan makkelijker even het net ophalen bij een bepaalde groep en op basis daarvan besluiten nemen. Dus misschien is het democratischer. Maar het is wel spannend, want dat zijn die DAO's ook. Uiteindelijk kopieert dat een beetje de echte wereld en een aandeel met stemrecht. Dat is eigenlijk wat dat soort tokens zijn. Je mag niet stemmen omdat je een hele goede mening hebt. Je mag stemmen omdat je iets gekocht hebt. Nou, dus het is een geld. Bij sommigen, dat is zo interessant, dat er allemaal crossverbanden tussen die tokens, tussen governance en utility en coins met een waarde en NFT's. Dus je ziet ook allerlei kruisverbanden nu ontstaan en dat is wel... Wat ik zeg maar intellectueel interessant vind, is aan de ene kant zeg je ook, het is heel democratisch, want je kan stemmen. Maar het is eigenlijk ook het tegenovergestelde van democratie. Want democratie is, ieder mens heeft één stem. En in een DAO is het zoveel geld als je hebt, zoveel stemrecht heb je. Klopt. Dus op een bepaalde manier is het toch iets heel anders. Maar hoeft niet, je kan ook tokens uitgeven zonder geld. Behalve dat je kan stemmen, maar wat zeg je? Daar kun je dan ook tokenstructuren uitgegeven worden zonder geld, met een andere waarde, bijvoorbeeld. Dus het hoeft niet altijd een monetaire waarde te zijn. Het kan ook een ander type waarde zijn, non-monetaire waarde.
Maar het staat echt in de kinderschoenen. Dus ja. Dat is wel een, het gebeurt nu en nu is Portos uitgezocht hoe het eigenlijk werkt. Nou ja, en één meneer vroeg net van wat is dan het verschil met wat er allemaal al is gebeurd. Toen moest ik nog even denken dat hele decentrale waar we het nu over hebben. Ik zat ook op Napster en LimeWire en Torrents en zo. Dus dat bestond al lang dat je over heel veel verschillende mensen hun computer zeg maar decentraal data ophaalt. Maar ja, nu zit er dus dat waardeaspect aan. En dat maakt het zo interessant dat die uitruil van waarde opeens en dat tracken van eigenaarschap meespeelt. Ja. En ook daar wordt, nou ja, ik had hem gevraagd, hij kon niet, Johan Pauwels, die in Delft allemaal dingen aan het bouwen is. Die is zo'n gedecentraliseerde Spotify aan het bouwen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Daar wordt nog steeds aan gewerkt om het echt decentraal te maken. Maar wat je ziet is elke keer dat het decentrale zo ingewikkeld is dat je een soort centrale partij nodig hebt om iedereen naartoe te leiden. En dan is het dus toch weer centraal. Totaal, ja. Het is niet decentraal uiteindelijk. Maar ik denk wat wel mooi is dat je ziet dat bijvoorbeeld mensen in India, de Beeple is verkocht aan een Indiase investeerder, dat je wel mensen die nog nooit een bankrekening hebben gehad, kunnen wel cryptogeld kopen. En die kunnen ook NFT's kopen. Dus je hebt daar zit wel, er is ook heel veel belangstelling in het zuiden van de wereld. En er worden heel veel NFT's gemaakt. Dus dat vind ik op zich ook wel een interessante kant ervan, waar je meer de publieke waarde misschien van NFT's ziet. Nou ja, en qua geldstromen, er is natuurlijk een gigantische stroom cryptogeld naar Oekraïne op gang gekomen. Ja. Een van de eerste landen na El Salvador, volgens mij, die gezegd heeft, oké, prima, officieel geld, kom maar op. Oekraïne DAO door de mensen van Pussy Riot heeft ook miljoenen binnengebracht. Ja. Goed, het buiten de bestaande trajecten om geldstromen kunnen organiseren kan positief gezien worden, maar is dus ook negatief. Weet je, dat is natuurlijk ook een gigantische vraag. Vragen uit de zaal. Wie wil? Ik heb altijd wel genoeg vragen, maar ja, daar. Roep maar even, want ik moet hem herhalen, zodat mensen thuis ook kunnen horen. Ja, de vraag is van als je meedoet aan een DAO, is dat lidmaatschap of hoe definieer je die betrokkenheid? Nou, wie is de meest fanatieke? Jij bent volgens mij de meest fanatieke DAO. Misschien op een manier wel. Als we het ergens mee moeten vergelijken, dan is het misschien wel een lidmaatschap. Alleen is een lidmaatschap, hangt er vanaf wat het is. Van de voetbalvereniging of zo ben je misschien heel actief, maar je kan ook een tijdschrift of zo, en dan ontvang je hem eigenlijk alleen. En Wouter of... het werd net gezegd van die merkbeleving of gewoon beleving, dat niet eenzijdig is, maar een soort samenwerking. En dat, ik denk een DAO is dan misschien een soort lidmaatschap, maar super involved one. Waar je inderdaad gewoon een soort clubje of een community hebt. En dit heb je ook gewoon in de wereld. Ja. Je hebt ook gewoon met je vrienden eigenlijk, ben je ook soort van... DAO. Alleen wordt het nu dan gevangen. Ja, het is community is het heel erg. Is het community? Ja, en dat is eigenlijk wel toch uiteindelijk een lidmaatschap dan, toch? Ja, zat ik ook alleen dan gevangen in een heel complex stukje technologie. Ja. Ik ben vrijwilliger bij de voetbalclub in Duivendrecht. Het ook gebeuren. Nou, het is meer als je bijvoorbeeld... Ja. De meeste DAO's zijn investeringsDAO's bijvoorbeeld. Hè. Ben je dan lid? Heb je dan een lidmaatschap van een investeerder? Of ben je dan investeerder? Meer aandeelhouder. Ja. Dus het lidmaatschap of aandeelhouder, je bent wel onderdeel van de community altijd. Van een bepaalde groep mensen. Als we dit terugpakken naar wat betekent dit nou eigenlijk voor de mediasector, dan denk ik dat je echt terugkomt op dat de mensen die media gebruiken, bouwen ook de waarde van een bepaald media iets op, hè? Van kan een voetbalclub zijn, kan een idool zijn, kan een filmserie zijn, of dan ook. En nu bestaat in principe de optie dat ze een deel van die waarde die ze mee opbouwen ook terugkrijgen. Je bent niet alleen maar fan, je bent misschien ook wel een soort mini-aandeelhoudertje. Ja. Je bent onderdeel van de club die mee mag bepalen, we gaan met z'n allen die kant op. Of, en in de media, in ons vorige gesprek vroeg je ook van, nou, maken jullie dan eigenlijk een game, want het is een interactieve VR-experience. Nee, want het is een film. Maar die scheidslijn wordt ook steeds kleiner en dunner. He, dus in games worden meer films en films worden af en toe meer interactief en games. Dus voor de media zie je wel dat het veel meer gaat over IP. Dat is heel belangrijk. Wat kennen mensen? En daar worden dan hele werelden omheen gecreëerd. Star Wars werelden, dat gaat straks oneindig los op NFT's waarschijnlijk. Waar je eigenaar kan zijn en dan kan je en gamen en kijken en een serie en een... Dus het gaat, die technologie zorgt er wel voor dat je een soort verbinding kan leggen. Onderdeel van een franchise, dan klinkt het weer ineens minder. daarom zijn die brands ook zo interessant en die gaan ook echt wel een stempel drukken. Dus daarom is het artistieke geluid, denk ik, heel erg belangrijk, ook als tegengeluid. Ja.
Ik had Luis Ramalho gesproken, de oprichter van de DAO Fingerprints in Miami. En die zei, ja, als echt voor dummies, het is een internetcommunity met een bankaccount. Ja. Dus ja, ja, dat is dan de basis. Die bankaccount, die hoort er wel bij. Ja, ja, precies. Absoluut. Even kijken, laatste vraag. Ja, Maarten, jij mag nog een keer. Wie wordt de V&D van deze beweging? Nu de boot al aan het missen. De V&D in de zin van, die is het nooit gelukt om het nieuwe publiek, de nieuwe... Mist er nu gigantische kansen, denk je van, jij komt. Nou, ik zit zelf te wachten op Facebook. Die zijn, die zijn de voorloper in het neerzetten. Ja, ze hebben aangekondigd dat Instagram, NFT, Instagrammakers, de NFT-faciliteiten krijgen. Ja, ja. Nou, uiteindelijk gaat het denk ik ook over... deze technologie kan ervoor zorgen dat wij misschien zelf eigenaar worden van de eigen data die wij genereren op internet. Ja. Dat is een mega interessante ontwikkeling. En dan hoeven we misschien niet al die advertenties te kijken centraal bij een tech giant. En gaat dus daar een Facebook, vind ik de leukste, want die zijn ook met de grote metaverse bezig. Maar ook de andere tech giants die enorm onder vuur liggen, gaan die mee op die gedachte om dat allemaal decentraal te gaan maken en de eigenaarschap terug te geven aan gebruikers. En andere verdienmodellen op zoek te gaan. Dat is wel heel spannend. En wat denk je, wie denken jullie dat de boot het mis is? Of zou nu moeten gaan handelen? Nou ja, ik denk sowieso dat de pont nog wel een paar keer komt, zeg maar. Dit is echt soort van de eerste boot. En of weet je, het is al een tijdje, maar soort van, we hoeven niet allemaal nu hysterie, zeg maar. Nee, die is ook een beetje weer aan het wegzakken. Hè? Ja, ja, en dat gaat ook echt nog zo een paar keer door. Want dat zien we met iedere technologie. En ik denk... Ja, ik denk dat het nuttiger is als merk of als organisatie of ook gewoon als persoon om na te denken over de ideeën erachter. Dus decentralisatie en hoe kunnen we met communities op internet, zeg maar, hoe kunnen we op die manier dingen insteken en doen. Meer dan dat je dan denkt van, oh, wat maken we nu snel een NFT? Mm-hmm. Dus meer om die gedachtegang te adopteren, zeg maar. En dan komt vanzelf, denk ik, komen die ideeën. En anderzijds denk ik ook, ja, gewoon dat mensen zich inlezen, zeg maar, dat dit niet een soort technologie blijft van de elite die de rest van de wereld totaal niet snapt. Ja. Maar dat ook juist kunstenaars, creatieve, kleinere organisaties, zeg maar, zich daar een beetje bekend mee kunnen maken en daar ook bijzondere dingen mee kunnen doen. Dus een soort van... Zo een soort missie van NFT-school. Ja, maar vooral niet, denk ik, met z'n allen nu heel snel erachteraan van... Nee. Laten we eerst maar uitzoeken wat het is. Ja, dat denk ik. En in de kunstwereld, want daar is natuurlijk de hype even heel groot geweest. Het lijkt nu weer iets minder, maar we hadden ook nog een interactieve vraag. Hè. Hoeveel van de vermogende kunstverzamelaars zeggen inmiddels NFT-kunst gekocht te hebben? Nou... Heel veel, hè? 74%. Ja. Dus dat blijft er misschien toch wel in, dat onze levens deels denk digitaal ik wel. Zijn. Ja, ik denk dat het wel een doel dient ook in met name de wereld van digitale kunst en netart. Dat is natuurlijk toch iets wat lastig verhandelbaar was. En ook videokunst, daar kun je nu ook NFT's van maken. Dus ik denk niet dat het daar snel echt verdwijnt. Ja, denk ik. Dus voor wie... Ik volg Dadara. Ik heb twee echte werkjes van hem thuis. Ja. Maar ik heb geprobeerd zijn laatste. Hij heeft een fantastisch nieuw werk gemaakt. Hij experimenteert echt met wat NFT's zijn en zouden kunnen zijn. Ja. En verkoopt een werk tegelijkertijd als echt schilderij en als NFT, et cetera. En hij had een serie kleine mannetjes gemint. Evenveel als de wereldbevolking, dus een paar miljard. Ik heb het geprobeerd te kopen, maar goed, daar kwam ik dan weer niet doorheen. Een andere blockchain. Ja. Maar wel fantastisch mooi project. Dank jullie wel. Dank je wel. Ik ben nog heel veel gebeuren. Dank jullie wel.